draaiboek is echt de houvast voor ons allemaal. Voor de presentatoren in de studio, dus de woordvoerder en zijn garco. Ook voor de regisseur, zodat hij ook weet op welk moment welk filmpje en welk plaatje moet worden gestart. Zodat iedereen kan meelezen in de uitzending wat er gaat komen. Ik ben woordvoerder, een van de woordvoerders die Bureau Hengeveld eigenlijk ook mededragen. We hebben een mooie samenwerking met de RTV Utrecht. En het doel natuurlijk van het programma is opsporingscommunicatie. Wij proberen de kijker echt te betrekken bij zaken. En die helpen ons dan om boeven te vangen, letterlijk. Zodra wij de zaak binnen hebben gekregen van de politie, gaan wij er televisie van maken. Zo zeg ik het altijd. Wij gaan er een script voor schrijven en dan bepalen wij waar we op locatie gaan. En natuurlijk ook wanneer en wat we daar precies willen filmen. En of er bijvoorbeeld een stand-upje van mij in moet, dat zijn we nu aan het doen. Dus dat ik even wat in de camera verduidelijk. Of dat we het bij alleen wat locatiebeelden laten. Dus dat gaan we van tevoren allemaal bepalen. En dan hebben we een mooi script gemaakt en daarmee gaan we aan de slag. Ik hou het altijd serieus, altijd zakelijk. Ik probeer er wel gevoel in te leggen. Ik probeer me altijd zelf een beetje voor te stellen wat het moet zijn om zelf dat slachtoffer te zijn. Hoe naar dat moet zijn en hoe ontzettend belangrijk het slachtoffer het vindt dat zijn of haar zaak wordt opgelost. Dat kan ik me namelijk heel erg goed voorstellen. Dus ik probeer dat gevoel er echt altijd in te leggen. Zo. Zo. Staat erop.